Hoe vind jij Barlaat en Eva? Heb je al gekeken of niet? Ja, ik heb gekeken. En ik vind het. Ik kijk er wel graag naar, eigenlijk. Ja, ja het is een, zowel Eva als. Maar misschien dat ik dan even wat dichterbij kom zitten. Even neus tot neus. Jij vindt het wel een leuk programma. Ik vind het wel. Echt verschrikkelijk. Ja, dat is wel bij Eva. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, maar ik, Johan, ik heb zoiets van, het is. Nee. Blijf zitten. Daar krijg je praatjes van met je roze jasje. Maar oud roze. Het maakt mij geen realiteit. Want kijk, ik heb nou al 3 columns van Angela de Jong gelezen. Die komt zonder Satisfyer 3 keer klaar als Eva. Als Eva Jinek in beeld is. Ja. Dat heeft ze niet met mij trouwens. Nee, nou misschien. Dat heeft ze bij alle witte mannen op leeftijd wel. Nou, misschien heeft ze daar Satisfyer wel bij nodig. Maar ik heb al een grote komkommer bij ik me. Ik moet jou heel eerlijk zeggen. Ik vind het programma van die Eva vind ik helemaal niks. Ik vind het ook niks aan. Ik vind helemaal niks. Ik bedoel, het is koud, het is kil, het is afstandelijk. Het is, weet je, het is... Ja, het is, maar... Ja, nee, maar luid, dat klopt wel, die één-op-één gesprekken. Nee, dat klopt. Die één-op-één gesprekken waarbij mensen zo ver uit elkaar... Dat is toch geen gezicht, man? Nou ja, maar in ieder geval is zij wel voor een groot deel echt aan het interviewen. Nee, en daar kijk ik wel graag naar. Eva moet de plek innemen van die Sophie. En die Sophie moet lekker om 7 uur gaan zitten. Ja. Die moet dat programma gaan doen, dat je neus op neus zit. Maar die Eva moet gewoon ik ga niet met die Sophie neus op neus zitten. Met een leuke tafel. Ja, er mist wel sfeer. Dat vind ik ook wel, ja. Mis sfeer? Ja, service is verdomme... Service zal onvervoegen. Jemie, nee. Ja. Mis sfeer, zeg maar. Het is zo kil en koud als wat, man.